Het toevoegen van een variabel product, bijvoorbeeld boxhandschoenen in de maat S, M, L, XL en XXL, is helemaal niet zo moeilijk binnen WooCommerce. In deze handleiding laat ik zien hoe dat moet. Ga naar producten en klik op nieuwe toevoegen. Vul als eerste de naam in, gevolgd door een omschrijving. Selecteer bij productgegevens de optie variabel product. Dit is where the magic happens. We gaan zo meteen invullen dat de klant kan selecteren welke maat die wil bestellen. We beginnen met een artikelnummer, gevolgd door eigenschappen. Bij eigenschappen klikken we bij custom product eigenschap op de optie toevoegen. We geven de eigenschap een naam. Die naam is maat. De waarden zijn de maten die ik verkoop. Dat doe ik als volgt. Ik typ S, lange regel. M, lange regel. L, lange regel. XL, lange regel. XXL. Zo weet het systeem welke maat ik verkoop. Ik schakel de optie toon op productpagina uit en gebruik voor variaties in. Ik klik nu op eigenschappen opslaan. De maten zijn nu toegevoegd. Om ze ook daadwerkelijk te verkopen, ga ik naar variaties toe. Bij de optie variatie toevoegen klik ik op ga. Wat er nu gebeurt, is dat er voor iedere maat één product is toegevoegd, één variatie. Een globale variatie zou ik wel kunnen zeggen. Met dit item beheer ik alle maten. Kortom, als ik hiervan 10 stuks op voorraad heb en er wordt één keer een S'je besteld en 8 keer een XL en nog één keer een large, dan is die uitverkocht. Dit is waar het een beetje moeilijk wordt in WooCommerce. Op het moment dat ik zeg dat ik 10 stuks voor een S'je op voorraad heb en 10 stuks voor een M, moet ik ze apart gaan toevoegen. Ik selecteer dan bij de optie iedere maat de optie S. De instellingen die ik hier opgeef hebben alleen invloed op de maat S. Ik heb nu dus ingevuld dat er 10 stuks voor de maat S op voorraad is. Ik kan hier de prijs opgeven voor de handschoenen in de maat S. Op het moment dat ik nu de maat medium wil toevoegen, klik ik weer bij variatie toevoegen op ga. En selecteer ik weer bij iedere maat de optie medium. Ik loop nu de stappen opnieuw bij langs. Ik voeg hier weer de prijs in. En ik schakel de optie voorraad beheren in en vul bij voorraad hoeveelheid opnieuw 10 stuks in. Ik heb nu dus de maten S en M toegevoegd. Deze stappen blijf ik herhalen totdat ik alle maten in het systeem heb gezet. Als ik dat heb gedaan, klik ik op wijzigingen opslaan. Op dit moment heb ik de titel opgegeven, een omschrijving, bij eigenschappen de maten aangegeven en de optie gebruik voor variaties ingeschakeld en bij variaties de maten handmatig stuk voor stuk opgegeven en bij iedere maat de instellingen bij langsgelopen. Rechts kan ik nog eens een productafbeelding toevoegen. Als ik tevreden ben over een product en ik een categorie heb gespecificeerd, klik ik op publiceren. Op het moment dat ik een product bekijk, heb ik de optie om de maat te selecteren. Dit zijn de twee maten die ik net heb opgegeven. En zoals je ziet zijn er van beide 10 stuks op voorraad. Op het moment dat ik op de winkelwagen klik, kan ik het product afrekenen. Voor een uitgebreide handleiding over hoe je een product toevoegt in WooCommerce, raad je aan de andere video die je in de omschrijving vindt ook eens te kijken.